Het bedrijf Senso doet dit jaar niet mee aan de traditionele Pagara-estafette. Volgens Wadi Souma, directeur-eigenaar van de kledingzaak Senso, laat de huidige financieel-economische situatie van het land het niet toe dat je geld gaat wegschieten. Souma geeft aan dat hij het afgelopen jaar genoodzaakt was een outlet te sluiten. Daarbovenop heeft hij in juni medewerkers die al jaren aan de zaak verbonden waren met ontslag moeten sturen. Dus het lijkt ons totaal niet gepast om gelet op de situatie en die is daarna helemaal niet verbeterd, integendeel verslechterd, om te zeggen dat we nu mee gaan doen met de Pagara estafette. Maar ik denk dat het toch wel nodig is om nu meer dan ooit aan te geven van dat het niet goed gaat. En nogmaals, het meest belangrijke vind ik is dat, de financiën, die zou je best kunnen gebruiken om de mensen die je al bijna of geen loonsverhoging hebt gegeven, ondanks de heel moeilijke situatie, ondanks de sterke koopkrachtdaling, dat je liever aan hun besteedt, hoe weinig het ook maar is, dat je toch die gesten doet naar hun toe, dan dat je zegt van je gaat het wegschieten. Souma benadrukt dat de winkelzaak nu in een survival mode zit. Hij heeft geen geweldige verwachting wanneer het gaat om het jaar 2017. Ook omdat hij landelijk op het economisch front geen veranderingen verwacht. Ondanks het aantal noodmaatregelen die thans door de monetaire en financiële autoriteiten getroffen worden. Alsof de dollarisatie van de economie zomaar uit de lucht is komen vallen. Integendeel, we weten dat het het gevolg is van slecht monetair en financieel beleid van de overheid. Natuurlijk verergerd door de inkomsten die zijn afgenomen. Maar ja, de economische theorie geeft juist aan dat je juist in tijden wanneer het goed gaat, als individu, maar ook als land, zou moeten sparen voor betere tijden, zou moeten investeren. Voor slechtere tijden. Mm-hmm. En zodat wanneer die schokken komen, dat je ze die op kan vangen. Dat hebben we niet gedaan. We hebben consumptief hebben dat wat we hadden opgemaakt. En dus zelfs in de goede tijd is er meer uitgegeven dan ontvangen. Mm-hmm. En dat breekt zich nu. We moeten nu, we hebben onze monetaire reserve die we hadden, van pakweg 1 miljard, die hebben we verspeeld. Alleen maar om de noodzakelijke maatregelen niet te kunnen treffen. De maatregel waar ik toen als voorzitter van de Economisten over gesproken heb, en dat was devaluatie. Men vond het voorbarig. Blijkt achteraf dat het helemaal niet voorbarig was, maar dat het goed beleid zou zijn geweest als we al reeds op dat moment, in die periode, daar serieus naar hadden gekeken. Wadi Souma, directeur van Senso, die dit jaar vanwege de algemeen financiële economische situatie niet meedoet aan de traditionele Pagara-estafette.